Dit is een dolmen bij Gorav. Een van de 234 dolmens die hier te vinden zijn. Het is de grootste concentratie van hunebedden in heel Europa. En dat is begrijpelijk als je bedenkt dat hier achter me een heel vruchtbaar dal ligt langs een rivier. Die rivier die heeft hier een vallei weggespoeld in de loop der miljoenen jaren. En vandaar is dat je hier enorme hoogtes langs hebt. Daarbovenin daar liggen ook een heel aantal dolmens. En een groot deel daarvan heeft de ingang gericht hier op de vallei waar een nederzetting lag hierachter. Helemaal achterin dan zie je heel vaag het dorpje Gorav. En ook daar bij Gorav liggen nog weer veel meer hunebedden. Allemaal gebouwd zo rond 3500 voor Christus.